Op het moment dat je teksten leest, moet je als lezer altijd bedacht zijn of dat wat je leest aanvaardbaar en betrouwbaar is. Aanvaardbaarheid heeft te maken met argumentatie en betrouwbaarheid en bruikbaarheid hebben te maken met informatie en dus niet met argumentatie. Ook in het eindexamen zal je vragen tegenkomen waarin deze twee begrippen kunnen worden bevraagd. Maar wat houdt dat precies in? Eerst leg ik je de aanvaardbaarheid van argumenten uit en daarna ga ik in op de betrouwbaarheid van informatie. Volgens de examensyllabus is argumentatie aanvaardbaar 1. Als elk argument op zichzelf, argumenten onderling en argumenten samen aanvaardbaar en relevant zijn. 2. De argumenten onderling consistent zijn. En 3. De argumenten samen toereikend zijn voor het ingenomen standpunt. Dit klinkt allemaal erg theoretisch, dus wat wordt er concreet mee bedoeld? De eerste. Een argument is relevant wanneer het je standpunt ondersteunt of aannemelijk maakt. Stel dat je vindt dat de klimaatproblemen moeten worden opgelost, omdat anders Amsterdam onder de zee verdwijnt en dat daardoor het toerisme daar helemaal inzakt. Het inzakken van toerisme in Amsterdam is niet relevant voor dit standpunt. Wanneer is een argument op zichzelf aanvaardbaar, oftewel toegestaan? Een uitspraak is aanvaardbaar voor de lezer wanneer hij in overeenstemming is met zijn of haar kennis van de wereld. Bijvoorbeeld, Joep is weer te laat met het halen van boodschappen. Het is inmiddels al half tien s avonds en hij is nog steeds niet geweest. Je moet jouw kennis van de wereld inzetten, in dit geval de openingstijden van supermarkten, om te kijken of de argumentatie klopt. Dan wanneer hij direct controleerbaar is en daarbij waar blijkt te zijn. Dat kan je als lezer doen door te onderzoeken of het argument waar is. En wanneer hij afkomstig is van een betrouwbare bron. Een bron is betrouwbaar als de schrijver ervan een deskundige over dat onderwerp is. Een astronaut kan het hebben over de ruimte en een arts over de gezondheid van mensen. En andersom kan dat natuurlijk ook. Maar dan moet je minder waarde toekennen aan wat er gezegd wordt. Tot slot is een bron betrouwbaar als de schrijver geen belang heeft bij het onderwerp. Bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van de branchevereniging van huiswerkinstituten die pleit voor meer inbreng van nascholingsinstanties op middelbare scholen. Of de vereniging van leraren Nederlands die meer uren voor Nederlands wil. 2 Argumentatie is consistent, dus alle argumenten moeten op een logische manier met elkaar samenhangen. Wanneer de geleverde argumenten elkaar niet tegenspreken. Tot nu toe zie je in het examen vooral teksten uit gerenommeerde dagbladen, zoals de NRC en de Volkskrant. In die teksten is de argumentatie vaak consistent, maar wie weet, je zou bij het nieuwe examen zomaar eens teksten kunnen krijgen die niet uit deze kranten komen, maar uit bronnen die van minder niveau zijn. En dan moet je echt even opletten of de argumentatie op een logische manier met elkaar samenhangt. 3. Argumentatie is toereikend of voldoende wanneer het geleverde argument of de geleverde argumenten samen een standpunt aanvaardbaar maken. Geeft de schrijver inhoudelijk goede argumenten voor het standpunt, dan is de argumentatie toereikend. Maar zitten er gaten in zijn redenering of gebruikt de schrijver drogredenen, dan is dat niet het geval. Dit voorbeeld maakt het misschien duidelijker. Joep kan niet bij jou zijn geweest vrijdag, want vrijdagochtend werkte hij bij de HEMA. Dat is niet voldoende. Joep kan niet bij jou zijn geweest vrijdag, want vrijdagochtend werkte hij bij de Hema. Daarna is hij met mij de hele dag naar Madurodam geweest. Dat is wel toereikend. Door de extra toevoeging van Madurodam wordt zijn standpunt pas aanvaardbaar. Met al deze informatie in je achterhoofd kan je op het examen vragen verwachten zoals: Geef aan of de argumenten in bron X aanvaardbaar zijn. Dan de betrouwbaarheid van informatie. In het nieuwe examen zou je een vraag kunnen verwachten als: geef aan of de informatie in bron X betrouwbaar is. Jij moet dan antwoord geven met informatie uit zowel binnen als buiten de tekst. Met buiten de tekst bedoel ik dat je naar de deskundigheid van de schrijver gaat kijken, waar het artikel is gepubliceerd en wanneer dat was, de datum dus. Je kunt ook in de tekst kijken, waarbij je kijkt of de argumenten of redenatie wel aanvaardbaar is, of de schrijver jargon gebruikt waaruit blijkt dat hij veel van het onderwerp af weet, of hij expliciet onderzoeken noemt, of uitspraken waaruit blijkt dat hij kennis van zaken heeft, en of de argumenten elkaar niet tegenspreken. Vergelijk eens een tekst van jezelf met die van een hoogleraar over een onderwerp waar deze verstand van heeft. Hoe merk je in de tekst dat deze persoon veel van zijn of haar onderwerp weet? Mocht je dus een examenvraag krijgen over de aanvaardbaarheid van de argumentatie van de schrijver, bedenk dan dat je antwoord kunt geven waarbij je de aanvaardbaarheid, relevantie, toereikendheid en consistentie benoemt. En dat je het ook over de betrouwbaarheid van informatie zowel binnen als buiten de tekst kunt hebben. Als je nog vragen hebt, laat het me dan weten in de comments. <tossimus>